Hallo beste kijkers, Joachim van Tim Strijdgek. Vandaag gaan we een weekend vrijtour doen. En we zijn vandaag begonnen in Oldenzaal. Ik ga zo meteen met de Eurobaan stoptrein van Keolis Duitsland richting Hengelo. Er zit een eerste klas in, dus dat is ideaal. In de verte komt hij al aan, de Keolis Eurobaan treinen. Die hebben een eerste klas, dus daar kan ik zitten. In die andere trein die hier komt, dat is de stoptrein naar Zutphen, die heeft dat niet. Gewoon zo'n skerlintje. Maar we krijgen dus nu deze flirt mee van Keolis Eurobaan. Dat is een Duitse trein. Krijgen we vandaag mee. De eerste rit naar Hengelo. In Duitse treinen is het verplicht, ja, ook in Nederland. Met Duitsers, we vertrekken nu uit Oldenzaal. Nou, even een stoelreview van doen. Dit is het eerste type trein die ik met mijn Weekend Vrij gedaan heb. Dit is de Europa Flirt. De Weekend Vrij implement is niet geldig naar Babentheim of zo, richting Duitsland. Daar is hij niet geldig. Alleen hij is geldig op een stukje tussen Oldenzaal en Hengelo. Kun je met je overchipkaart reizen. Dus dat is helemaal top. Nou. Gaan we even een stoelreview doen van deze trein. Nou, je ziet het al, het zijn standaard flirts, eerste klas stoeltjes. Het zijn gewoon dezelfde stoeltjes in de tweede klas. En dan met een ander stofje. Nou, een iets meer grote tafels. Wat een beetje vies is om Duits. En in een Duitse trein zit er stroom, zelfs als in de tweede klas. En ik heb dus in de college in de tweede klas gedaan. En het is een klein hokje. En een deur zat als in de Nederlandse vlucht. Dus stop, met deze trein gaan we naar Hengelo. Vlag. We komen aan in Hengelo. Dus dit is vlog mijn laatste Duitse stoptrein die ik ga doen van vandaag. Want de chauffeur gaat niet meer naar Oldenzaal heen. Dus ik werd even gebracht naar Oldenzaal. Dat was even makkelijk. Dus hoef ik niet met de bus. Dat kost geld. Dus we komen dus zo aan op Hengelo. En dan gaan we overstappen op een trein richting het westen. Of ik pak de stoptrein naar Ralte. En aan Ralte gaan we overstappen op de trein richting de bus naar Zwolle. Want er zijn werkzaamheden bij Zwolle. En we gaan eerst deze trein verlaten. Dus ik kan heel veel kanten op in Hengelo. Dus dat zien we zo. Maar we komen eerst aan in Hengelo. En dan kijken we daar verder. Dat was net de goederentrein die ik net in Oldenzaal tegen ben gekomen. Die ik net niet op de film voor jullie kon zetten. Dat was ik net daarna mee. Maar dit is die goederentrein van vanochtend. Oh, Circle Service of Veiligheid Manager. Dus ik doe de camera even weg. Ik heb hier nog wel eens drukker gezien. En daar staat de Stadler Flirt. Niet meer na. Ding. En we pakken soms in een andere flirt. En vervolgens op zijn Keolis Duitsland gaan ze vertrekken op 1 en trein toetert. Maar het kan ook de ICM zijn achter mij. Het kan namelijk ook die trein zijn, een van de toeterende trein. En in het vierde vakhokje, ik loop langzaam wat even naar de trein. En daar krijgen we een Nederlandse vlucht mee. En we krijgen een viertje mee. Yes, een viertje. Een viertje van de Nederlandse flirt. Ik word best wel blij mee. Kijk, daar komt de Nederlandse flirt aan. Maar daar ga ik even niet filmen, want het is Keolis Nederland en dat is het strengste verboden. Dus dan gaan we zo meteen met die trein mee. Dit interieur kennen jullie nog wel van mij, van een andere vlog. Of ik het online heb gezet, weet ik niet. In ieder geval, dit is de Nederlandse trein van de Stadler. Dus van Keolis. En
Dit is wel vrij uniek. Dit is geen stoeltecoupé. In deze trein gaan we neer tot aan Raalte. Een vierbakje Flirt. Alleen die vierbakjes hebben ze in de eerste klas geen stiltecoupés. En voor mij hebben we een spook in de trein, want die deur die gaat automatisch in dicht. Als jullie dat kunnen zien, kijk dan. Parkeerles. Spook. Spooktrein. We verlaten Hengelo. En dan komen de donkere wolken aan. Het gaat denk ik zo meteen heel regenen, maar dat hebben ze ook voorspeld van vandaag. Nou, toch even een stukje treinreview doen. Dit is een Nederlandse Flirt van de tak van Blauwnet, Keolis, Nederlands Vreemd. Wat voor type is het? Flirt. Er zit van die tafeltjes, zit ook een vierzitters, dat kun je goed zien. Tussendoor zitten van die grote, lange flittertafeltjes op zijn Zwitsers. Er zitten hier van die lampjes, leeslampjes in de eerste klas. En van die zonnewering. Wat mooi vind je dit? En, ja, stroom. En dat is in het Duitse. Dus. En vloerbedekking. Dus als ik moet zeggen, wat is, vind ik nu echt meer een eerste klas? Dan vind ik dit, vind ik dan iets meer eerste klas. De andere was gewoon verkapte tweede klas. En de Keolis Duitsland trein, daar stel niet echt wat voor. Dit is eerste klas, dit is een prima trein. Ik wil altijd verrassend busmateriaal meekrijgen. Zoals is hier een keer een alcoholbus meegekregen van Leon City. De 22 dacht ik. Wel is een VDL-ambassadeur van Sintus Overijssel of Sintus Twente. Een keer CTA's heb ik gezien. Dus ik ben benieuwd wat we meekrijgen van treinvervangende bus. Dus we zijn bijna in Raalte. En daar gaan we over naar de bus. Nou, altijd als je met Keolis rijdt, krijg je verrassing aan vervangende trein, vervangende bus. We krijgen een museumbus mee. Een duveldek van VDL Duveldek van Berkhof. En dan zat die stomme Amazondor in de weg. Altijd verrassend materiaal als je met Keolis Nederland reist, krijg je altijd verrassende trein, vervangende bus mee. Een dikke duveldek, jongens, van NZH. Het is een Noord... Even een stukje van de bosjes in. Nou, dit zien we niet elke dag in mijn vlogs. Een Berkhof duveldek. Uit de jaren 90 is dit. Heel gaaf is. Gaan we nog even een foto van maken. En dan gaan we fatsoenlijk racen. Dit is een ICM. Met een zware coupé-deur.
hokjes erin. Vind ik leuk. We staan nog zwollen. Het zijn wel stiltecoupés. Maar ja, ik ben er nu al alleen in dit hokje, dus dat kan dat wel eventjes. Nou, mijn plannen zijn om met deze trein naar Amersfoort heen te rijden. Om in Amersfoort hopen om IC Berlijn om daar te gaan lunchen. Het wordt een hele leuke rit. Maar de blonde gedoe, die treinvervangende bussen, een keer geen Duffer Dead meer, maar een ambassadeur. Het was vol. Mensen stonden gewoon ook echt. Het was gewoon helemaal vol. Ze hadden beter die dufferdek in kunnen ze naar in ieder geval meer zitplaatsen gehad. Nou ja, Keolis hè. En nu gaan we fatsoenlijk racen. Een NS-koploper. Oh. Een soort van comfort van. Dit zijn dan de coupeetjes in de ICM. Nou, een klein tafeltje. Als er stilte coupé is. Nou ja, ik kan wel één, gewoon even een reviewtje doen. Dit zijn van die stoelen. Die kun je verschuiven. Het zijn toch wel dezelfde stoelen als in de UBB Eurocity treinen. Nou, een coupeetje deur. En als je ziet, kun je daar ook iets van koffie in zetten. Nou, wat een helemaal goed. We gaan met luxe naar Amersfoort. We gaan denk ik zo vertrekken, want opeens de pantograaf op het spoor, lampjes en airco doet het. Dus helemaal goed. Nog een zwaar een ICM binnenwind op Zwolle. Maar ook hier vind ik het best rustig. Zal dat misschien denk ik komen door de werkzaamheden? Kijk eens wat we nu treffen. Aan die kant een SNG. Nou, dat doen we een andere keertje, maar een SNG. Amersfoort kunnen we er ook nog op, hè. In Utrecht rijden die dingen op, dus ja, we gaan met deze er lekker naar. Comfortabel naar Amersfoort. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien bij die ICM van mij is er opeens noodweer op komst. Ja, ik ben echt blij dat ik net op tijd in deze trein zit. Dan zoals ik zeker net het regent echt peperstelen hier op Zwolle. Net op tijd in het trein. Je zou maar nu met een treinvervangende bus moeten wachten. Met dit weer. Ja. We gaan het denk ik zo vertrekken. Over 1 minuut. Skip over 1 minuut. Dus wat heb ik trouwens een keer die gemaakt nu. Toen ik naar de treinvervangende bus in Bad Bentheim. Klassieker. We komen in Almere, hier gaan we opstappen op het Sprinter naar Utrecht. Nou pakken we de Sprinter richting Utrecht Centraal en die nemen we tot en met Hilversum. En dat is een SLT. Daar heb ik ook al best wel vaak in gezeten. Sprinter Light Train. SLT.
een SLT Sprinter Lightweight uit de generatie 2007 Sprinter. Deze ruim meter dan Hilversum. En ik heb goed getroffen, want deze is net een gecombineerd, want die heeft ook een toilet in een SLT. Want die waren oude versies aan geen toilet. En die toilet die zit daar. Kijk of deze op toeten. Ik zal het wel lachen vinden. Ik heb een stukje geskipt. Ik ben nu in Amersfoort, centraal. Ik ben in Van Hilversum. Heb ik even een koplopen naar Amersfoort centraal gedaan. Anders moet ik in Hilversum. Heb ik hier even lunch gekocht. Het is een beetje simpel, broodje kaas met een colletje simpel. We gaan zo meteen met de IC Berlijn terug naar het oosten. Ja, ik had ook met die trein meegekund. Maar het is zo'n koplopen. Ja, ik ben wel een beetje koplopers moe. Want ik heb alleen nog maar in koplopers gezeten. Amersfoort centraal. Daar in de verte, Mat 64. Er zijn heel veel museumtreintjes hier. Jullie kunnen zien in Mat 64. Ik heb daarin ook allemaal van die DDR'tjes gezien. Dus, en ik heb zo goed gevoeld dat hier ook een SNG, een ICNG staat. Maar daar weet ik niet zeker. En daar heb je nog allemaal goederentreinen. Het is hier allemaal, dit is het Spoorwegmuseum van Amersfoort. En dan leg ik verder nog een SNG'tje. Maar het waait je zo hard dat zelfs dit ding. Ja. Dan gaan we even lunchen. Lunchtime. Bij Tim Steinegek. Daily brand op het broodje kaas. Simpel. Simpele broodje kaas. Dan gaan we wel even. Moet je toch nog even een half uur wachten. Bij de Deli Frans. Op dit station. Ik heb drukkere stations gezien. Amersfoort van het Centraal Station vind ik het echt heel erg rustig. Een soort van kroeg heel rustig. Weet je waar ik heel erg druk van was? Op Lelystad Centraal. Maar daar ben ik niet geweest. In Almere. Hier op Amersfoort op treinen wachten is helemaal niet zo erg om hier lang te wachten. Het is hier genoeg te beleven. Maar nee, het waait hier heel hard. Dus ik moet jullie gewoon echt vasthouden. Dat is mijn trein.
spoor 1 moet ik zo meteen naartoe. En dan rijd ik nog een kop lopen weg. Voor jullie even te filmen. Daar heb ik net in gezeten. Dat was Intercity naar Amersfoort Centraal. En hier kun je nog wel iets beter zien. Ik zie daar staat de plan C. Mijn trein staat altijd op het bord. De IC Berlijn, als je achter mij kan zien. Als het is, nou, dat kun je niet zien, maar ik kan wel hem zo doen. De IC Berlijn, die van 15:36, daar wordt mijn trein naar huis. Er zit eerste klas in. En dat zit goed. We gaan met de laatste trein naar Hengelo. Dat is de IC Berlijn naar Berlin of de Bahnhof. En er komt nog een koplopertje binnenrijden. Richting Zwolle. Ja, koplopers heb ik vandaag wel genoeg gezien. Ik zet mijn mondkapje alvast op. En dan gaan we met de laatste trein naar huis. Met DB Fernverkeer naar Hengelo. Ik ben niet IC Berlijn. Ik ga hier gewoon zo wat weg. Hoe druk is het in de eerste klas? IC Berlijn. Als er nog een hoekje vrij is. Dam Centraal. Oh, is vol, gereserveerd. En dan gaan we natuurlijk met de trein uit Duitsland. Oh, we hebben nog één, toch? Eerste klas. Nee. Oh, dan moet ik daar wel zitten. Pittsburgh bier. Wachten tot het even hokjes vrij zijn van de eerste klas. Eindelijk even een hokje gevonden waar ik even in kan zitten, waar ik ook alleen even in zit, want die trein zit gewoon helemaal vol. Eerste klas binnen, alle hokjes zijn gewoon bezet. De rest is allemaal gereserveerd. Nou, dan ga ik hier maar zitten, ik vind het niet erg. Ja, deze stoel waar ik even zit, ik kan ook nummertjes, kan ik ook niet zien. In ieder geval deze niet gereserveerd is. Dan ga ik maar even in deze stoel zitten en ik denk dat ik er nou allemaal maar in uit ga. Echt druk. Oh, interieur is IC Berlijn. Zit gewoon prima. Dit is wel gereserveerd. Dus wij aan dit niet. Dus dit had gewoon weer naar de ICM gebouwd. Ik heb gewoon de hele tijd gewoon rondgelopen door die trein waar ergens gewoon plek is. Tweede klas zit gewoon helemaal vol. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Of Duitsland heeft nog een deel voor de vakantie. Hij doet mijn mondkapje van, want ik ben niet meer alleen. Of het is helemaal vol. Ik weet niet, ja, we rijden nu Deventer uit. Een tijdje uit Deventer. Maar ik denk dat ik in Almelo er maar in buiten ga. Dan ga ik met mijn blauw net naar huis. Ja. Maar in ieder geval, of gewoon die blinde steun, maar gewoon in Hengelo zitten. Er is geen bagage, niks. Dus ik denk vaak ook als mensen die gewoon bagage hebben en zo. Of er zijn mensen waar die ook soms zie je, ze hebben ze gereserveerd, hebben ze de trein niet gehaald. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar ja,
als er nog wat mensen komen, kunnen die hier gewoon zitten. Ja. Kleine vlog. Oeh, daar komt een lint binnen. Oeh, kijk. Vechtaallint. Vechtaallijnen. Van Arifa is dat. Kijk. Lint. Van Anna van de Meiden. Ja, Arifa is daar wel goed in. Van die regionale vervoerders. Ja, ik ben even een paar hokjes naar verder heen gegaan. Want deze is niet gereserveerd. Ja, oh, even zitten. Dit is geen reserverende zitplaatsen. Dus ik ga hier wel even zitten tot aan Hengelo. Weet ik zeker dat ik niet eruit getrapt word. Dan nog maar één station nog. Even focussen, focus, focus. Nou ja, kom voor, even wat ik bij die andere trein ook kom gedaan. Dit is een Duitse trein. IC Mod is dit. Dit is dan de eerste klas versie van de IC Mod. Nou, je kunt zien dat ik helemaal naar achter en naar voren in kan. De stoelen zijn van leder, dat kun je ook wel zien. Dus lederen stoeltjes. Gordijntjes. En een lint. En dan heb je hier nog de airconditioning die je warm en koud kan zetten. En als het goed is, van die grote vlindertafeltjes kun je een laptop opzetten of een tablet. Hier hebben we nog een stroom. Lampjes. Lampjes wordt ook in een fan verkeerd trein. Lampjes. En nog glazen. Kofferdingen. En we gaan ook al vertrekken. Dus ja, het is IC Berlijn. Even. En dit is nog wel vrij uniek, want deze Arriva trein heeft nog het oude Arriva logo. Dat zien we niet meer. Arriva heeft nou een nieuw logo. Nou ja, we vertrekken naar Almelo. Kijk. Anna van der Meiden is dat, van die lint. SGM, SGM sprinter. Heel promotende trein. Send myself free. Send myself free. Send
Maar dan zeg ik net te vaak, hè, zeg je eigenlijk net zijn baan of in de nieuwe landen. Doe even mijn mondkapje op. Je kunt omstijgen naar Enschede. Dit is een verder van Kruisdraai, gelijke baan, stijgen, mooie aankomen. Nou, Hengelo, jij doet dat toch verder naar in Oostbank of verder over Bad Penta en Arnhem en Brugge en dan over Rotterdam. Ladies and gentlemen, we call it the last call in the land, the last Hengelo. We're connected service to Enschede, this train we from platform 3, the same platform that we arrive now. After Hengelo, we continue to Berlin, further via Bad Penta, Rhein, Osnabrück, Minden and over Wolfsburg. Zo, dan kun je nog een beetje zien hoe de machinist ook altijd kreeft. Ik kan alleen een beetje zien alleen trouwens, want andere treinen hier in Nederland rijden hebben allemaal of een stuurstandrijtuig of het is een multicore trein. Dus een. Dus machinist review. We steken ze hier uit en dan druk ik op deze hendel. Oeh, hoe hoog was dat? Ik zie bijna een toes. En ook hier is het heel ontzettend rustig op het Hengelo. Nou, ik ga hier even mijn video meteen afsluiten. Bedankt voor het kijken van de nieuwe aflevering van Te Zijn Gek On Tour. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Tjus, om die nächste Mal.